rust. En dit is Schepers. Maar nu dat uitverdedigen. Let op. Dat doet VVV toch beter. Kijk eens. Geen afspeelpunten voor Schepers. Dus weer VVV in balbezit. Dan wordt het voor die Venlonaren weer moeilijk. Want voorin is men niet sterk. En kijk eens. Kruse op de borst naar Tukker. Ja, dankjewel. Het is Verbeek. Die scoort voor VVV. Ja, te langmoedigheid nog achterin bij Heracles. Het was heel duidelijk. Het balletje op de borst van Tukker. Pak hem maar. Kijkt u nog maar eens. Welkom van links. Niemand aanwezig van VVV, laten we eerlijk zijn. Kruse zegt, Tukker, pak hem even. Ja, daar schrikt hij van. En Verbeek scoort. Lenzen, en u ziet het uitverdedigen van VVV is veel beter. Verbeek om schuld heen. Nou, nu staan er twee mensen van VVV vrij. Verbeek moet trekken. Cup. Ja, natuurlijk. Dat lijkt me voor de hand liggend. De actie was heel goed. Het uitverdedigen. Lenzen. Verbeek op rechts. Hier gebeurt dat. Schulte komt over. Maar die is langzaam. Verbeek gaat door. En dan heeft hij het voor het uitkiezen. Tukker verkleint het gat. En Cup staat helemaal vrij op de penaltystip. Zo hoort het. Tukker komt er nog even aan. Maar het is 2-0 voor VVV. In het centrum loopt Gritter erin. Ab Gritter. Gaat niet in de tweede helft. Lalopua zomaar vrij. Gritter dan en die kan scoren. Wat een vrijheid laat men die mensen hier van Heracles in de verdediging van VVV. De scoren. Kruse. Bal onder de voet door. Gelukkig toch weer dams voor Heracles. Lalopua ineens in dat gat. Rook zag het. Richardson in de sprint met Verbeek. De laatste wint. Smulders staan voor en Van Aerts. Dit is de invaller van Aerts. Die moet gaan scoren natuurlijk. Kappen en doelpunt. Aerts. Daar dat moment. Richardson van de bal afgezet. Verbeek met de voorzet van rechts. Links aannemen. Kappen. En met rechts scoren. In de verste hoek. Prima gedaan van Aerts. 3-1.